Ik heropen de vergadering. Wij gaan. Er is een verzoek om een hoofdelijke stemming. En om hoofdelijk te kunnen stemmen, moeten we een quorum hebben. En daarom wordt nagegaan hoeveel mensen in het gebouw der Kamer aanwezig zijn. En om dat te kunnen vaststellen, zal een lijst worden voorgelezen. Daar wachten we nu even op. Sorry, wacht u. De heer Asscher. U kunt toch ook de hoofdelijke stem doen en dan daarna vaststellen of er quorum was? Het is raar om eerst een lijst voor te lezen en dan, zou ik zeggen, ga er gewoon stemmen. Om hoofdelijk te kunnen stemmen, moeten we eerst vaststellen of wij een quorum hebben. En daarvoor heb je die lijst nodig. Ja, dat gaat hier. Ik zal even kijken. Ja, de heer Wilders. Nou ja, voorzitter, ik denk dat die mensen die je nu nog volgen, dat die wel even een kleine uitleg nodig hebben waarom u denkt dat u nu moet vaststellen dat er of er wel een quorum is. En dat is natuurlijk omdat de coalitiepartijen over een motie die gaat over het salaris van zorgmedewerkers, dat die gewoon zijn weggelopen. Dat die gewoon zich massaal hebben afgemeld bij uw griffie, bij onze griffie, omdat ze niet compleet waren. Terwijl wij hier, en veel oppositiepartijen, terwijl wij hier vanaf 9 uur 's morgens onze mensen present hebben, dat de coalitie opstaat, weggaat en tegen die zorgmedewerkers van onze democratie zegt, bekijk het maar. Dat is waarom u nu moet vaststellen of er een quorum is. Dat is niet omdat er iets raars is gebeurd, dat is omdat zij dit hebben geflikt. En ik vind het een schande, voorzitter, een schande dat ze dit doen. En ik stel u toch voor om nu gewoon te gaan stemmen. De heer, ik zie u ook staan, de heer Klaver. Ja, voorzitter, we wachten natuurlijk of er een quorum is, maar ik wil hier ook gezegd hebben, ook richting de coalitie, dat collega's die weglopen om ervoor te zorgen dat we geen quorum hebben, dat we niet kunnen stemmen over een belangrijke motie, over het salaris van de mensen in de zorg, ik vind het ronduit ondemocratisch. Het is reces. Het is echt, ik snap dat het ook echt heel vervelend is, vooral voor onze gezinnen, niet voor ons. Dat je terugkomt van reces om hier te debatteren. Voor ons hoor ik hier. Maar dat je dan wegloopt om nu niet te willen stemmen. Ik vind het onbehoorlijk. Naar de collega's hier in de Tweede Kamer. Maar vooral naar al die mensen die in de zorg werken. De heer Klaver. We gaan gewoon de lijst laten lezen, zodat de leden hun stem kunnen uitbrengen. Moeten de groepen, ja. Voorzitter, even dan een punt van orde. Wij zitten in groepen van 3. We hebben niet iedereen hier. Dus hoe gaat u dat nou doen? Dan moet u het weer in groepen van 3 doen, want wij hebben niet alle, je kunt niet nu alle leden gaan opnemen. Nee, dat klopt. Ja, we gaan zo even de groepen samenstellen. Dus als u even geduld hebt, de heer Klaver. U zegt, het gaat erover of mensen in het gebouw aanwezig zijn. Dat gaat erom of ze zijn afgemeld. Als u nu, ik weet precies wat er gebeurt. Misschien zijn de mensen nu nog, er zou een kwartier geschorst worden. Als we nu de groepen gaan oproepen, dan halen we het quorum niet. Kunnen we het net zo goed niet doen. We kunnen toch gewoon kijken, u kunt zien in het systeem of er nu voldoende mensen in huis zijn. Als er nu quorum is, is er een quorum. En dan wil ik dat er nu gestemd gaat worden. Ik wil niet dat we nu de namen gaan voorlezen. We kunnen vaststellen of er een quorum is. Zo werkt het. En daar zou ik graag gebruik van willen maken. En niet nu het quorum gaan voorlezen. Het zou een kwartierschorsing zijn. Dat hebben we gedaan, voorzitter. We hadden eigenlijk maar 5 minuutjes nodig. Het was, als collega's vragen om een langere schorsing, natuurlijk ga je daarmee akkoord. Misschien moesten ze nog iets bespreken. Hebben ze gebruikt om de boel te frustreren. De heer Wilders. Als allerlaatste. Ik ga toch even schorsen om met jullie even toch kort te overleggen. Want anders wordt dit snapt niemand meer waar we mee bezig zijn. Dat is zonde van het hele debat vandaag. Daar heeft u gelijk. Een laatste opmerking. Laten we alsjeblieft niet te lang wachten. Ik zie net in de gang de heer Pieter Heerma wegrennen uit de Tweede Kamer, omdat hij zo laf is om niet te stemmen. We moeten nu stemmen. Ik schors nu de vergadering voor enkele ogenblikken.